Mindset om doelen te halen, is bereid zijn van te oefenen. Dat is een evidentie. Altijd maar opnieuw beginnen en herstarten. Dat is de manier om elk doel te halen. En daarom is opnieuw beginnen ook het eerste principe van mijn gedachtegoed en ook van mijn nieuwe boek, De tien Synergieprincipes voor de beste vorm op elke leeftijd. Het geeft je een echte kapstok om stap voor stap volgens een echt plan te gaan naar die fitte en actieve levensstijl en echt waar, het geeft je een goed gevoel. Waarom? Omdat je controle krijgt over je energie. En energie is een gereedschap. Met energie kunnen we dromen waarmaken of doelen waarmaken. Besef dat het tegenwoordig ook niet meer zo moeilijk is om 80 jaar, 90 jaar, zelfs 100 jaar te worden. De wetenschap zegt zelfs dat de eerste persoon van 134 jaar reeds geboren is. Dus daar zit niet de moeilijkheid, maar wel dat te doen in de beste vorm. Want zolang we kunnen genieten en we al onze hersencapaciteiten nog hebben, is het best wel fijn om van alles te kunnen genieten. Takel je volledig af en moet je heel de tijd met pijn door het leven, dan wordt het plezier echt toch wel veel minder. En dan hoor ik heel dikwijls, ja Sonja, maar ik heb liever een kort en goed leven dan een lang en een saai. Eigenlijk is dat een dooddoener, want je kiest niet hoe oud dat je wordt. Dat zal iemand anders bepalen. Maar jij kiest uiteraard wel welke acties je kan elke dag ondernemen om toch alle moeite te doen je energie en je gezondheid te bewaren. Ik coach mensen en dus kom ik ook elke dag mensen tegen die gestuurd worden door de dokter. Na een hartinfarct of nadat ze suikerziekte type 2 hebben ontwikkeld of de cholesterol is te hoog of ze hebben pijn in de knieën of ze hebben rugklachten enzovoort. Ze starten dan met een bewegingsprogramma en uiteraard ook een voedingsprogramma. En weet je wat ze dan zeggen na enkele weken als ze zich veel beter voelen? Had ik dat maar veel eerder gedaan. Daarom speciaal voor jou, mocht je nog niet in actie zijn gekomen, nu is het altijd het beste moment om te starten. En excuses van vandaag zijn altijd excuses die een enorme invloed hebben op je toekomst. Dus ga vandaag voor die nieuwe toekomst heel veel succes, want eens je het geschenk van energie hebt ervaren dat jouw lichaam je geeft, ik garandeer het je, dat wil je voor geen goud meer missen. Synergie, geef mee dan energie.